Jouw oude bril. Ja. Oh, is het te serieus, meid? Wil je weer even wat euh, serieus maken? Dat is helemaal niet waar. Even dat dit pakken, even dat. Ja, even dat daar nog naar kijken. Waar. Even dit nog checken. Zullen we het gaan tellen? Oh. <laughs> Die kleding... Um, ja. Ik ga me er nu uitlullen in 1, <laughs> 2, 3. Wat als je één wens zou mogen doen? Wat zou je dan op dit moment nog gelukkiger maken? Meer structuur in mijn leven. Ik denk oh, dat ja. dat de oplossing deels is van alles waar ik wel vaker tegen loop. Ja. Dingen wat serieuzer nemen. In die zin dat, dat ik ook inderdaad niet meer denk dat het een hobby is, maar dat het ook wel echt een werk, werk is. Omdat ik er dan ook misschien makkelijker afstand van kan doen als ik even rust wil hebben. Ja. Dat is ook wel iets wat ik de afgelopen weken wel uh, heb gemerkt. En ik denk dat dat wel iets is wat goed gaat zijn. Ik denk het ook wel, ja. Mooi antwoord. Dank je. En jij? Ik denk uh, dat ik daarmee uh, op dat vlak van structuur wel eens ben met jou. Okay. Ik denk dat dat de grootste factor is in ons leven die mist. Ja, want ik denk dat we allebei wel de neiging hebben dat we dingen niet te serieus willen maken. Ja, en wij zijn van die types die, uh, die denken dat het, uh, het leven leuk blijft door uh, nooit te weten wat er komen gaat. Ja, terwijl juist. Door structuren en dat soort dingen toe te passen, denk ik dat je juist meer mogelijkheden hebt om ja, gewoon spontaan, spontaan te, te kunnen zijn en dat soort dingen. Want dingen ja. lopen al. Ja. Anders moet je je altijd druk maken over iets. En ik merkte, we zijn nu alweer even bezig. En ik merk wel daarmee, en ik merk wel al een klein beetje verschil. Ook al is het nog niet waar het zou moeten zijn. Deze podcast wordt ook meer een we, we hopen dat we dit gaan doen dan dit doen we al. Dus het is een soort van proces voor ons. Mm -hmm. um, maar ik merk de kleine dingetjes die al klikken in mijn hoofd. Dat ik denk: oh ja, het geeft me wel iets meer rust. Het geeft wel rust eigenlijk om ermee bezig te zijn. Ja. Omdat je, kijk, ik noem het altijd maar zo dat als we even chaotisch zijn, dan zeg ik tegen jij wel eens: we moeten even overzicht creëren. Even ja. alles opschrijven wat er nu gaan is in ons hoofd. Ja. En ik heb dat al vanaf jongs af aan. dat ik alles echt tot uh, ver laat oplopen. Mm -hmm. En dan druk aan het maken ben um, en dat eigenlijk door dingen bij te houden en te weten wanneer je bepaalde dingen doet, dat het daardoor ook gewoon veel um, rustiger gaat voelen. We gaan het dus hebben over het automatiseren van je leven. Automatiseren van mijn leven. En hoe zijn we daar een beetje opgekomen? Jij was ten eerste een boek aan het lezen. Ja, focus aan, uit. Ja. En daarin uh, werd eigenlijk verteld dat je met dingen die uh, niet veel moeite hoeven te kosten, zoals bijvoorbeeld wat doe je aan in de ochtend, wat eet je in de ochtend, wat eet je in de avond, wat eet je in de middag, mm. dat soort dingen, uh, dat door die te automatiseren dat er um, ruimte ontstaat, ja. om de focus echt op de belangrijke dingen te leggen in het Precies, leven. Precies, en wat wij, waar wij toen op een gegeven moment naar zijn gaan kijken bij onszelf is, wat doen we eigenlijk? En wij deden daarin eigenlijk alles, nou ja, Verkeerd. Ja. Omdat we. Uh, nou, we doen nog steeds één ding verkeerd, is boodschappen bijvoorbeeld. Ja, Dat uh, komt er gewoon voorbeeld. niet in. Ik heb me altijd uh, verbaasd uh, over mensen die weekboodschappen doen. Dan dacht ik, heb je dan, weet je, dan nu al waar je zin in gaat hebben. Ja. En zelfs niet vet saai dat je niet kan bepalen op de dag zelf wat je wil eten. Ja, Maar vervolgens eten we wel bijna altijd hetzelfde. Dus ja, in dat maakt het, het, maak het je heel moeilijk. En we ja. moeten elke keer als we van kantoor komen, moeten we weer boodschappen doen. Niet erg. Aan de ene kant. Aan de andere kant, als je natuurlijk uh, genoeg te doen hebt op een dag, of je wil gewoon eens een keer een dag even niks, is het wel fijn als je iets in huis hebt. Wij zitten heel vaak thuis en denken van, kut, ja, we hebben eigenlijk niks in huis, we moeten nog iets halen. En dan ja. zitten we al zo naar elkaar te kijken van, prf, moeten we weer naar de supermarkt? Ja, dat was vooral heel onhandig ja. toen we een tijdje geleden ziek waren. Ja. En toen kwamen we erachter, nou ja, kwamen we erachter, dan weet je eigenlijk al gewoon, de koek is leeg en de voorraadkast is leeg. Ja. Dus is nooit wat in huis. Dus ik heb mijn hele leven... Weet je uh, nog wat ik zei toen ik ja, bij je kon wonen? Ja ik, ja, ik heb mijn hele leven altijd, altijd alles leeg. mijn koelkast, voorraadkast. Ik doe gewoon boodschappen voor maximaal misschien twee dagen. Ja. Niet meer dan dat. En toen zei jij, nou, als ik bij je kom wonen, dan zorg ik ervoor dat er altijd eten in huis is. Ja, dat is niet gelukt. Is. Nee, je hebt, gewoon mijn, je hebt mij gewoon, gewoon mijn levensstijl overgenomen. Nou, ik moet wel zeggen dat ik al sowieso geen boodschappen al heel lang niet meer deed, omdat ik geen auto had. Oh, ja. Ja, ik kom altijd weer terug op een auto en klein, klein huis. Nou, ja, maar het slaat ja. eigenlijk nergens op, want het, je kan het nog steeds je doen. Je kunt het want... bestellen natuurlijk. Ja, ja maar, ja, maar, ja, maar <laughs> ja, oké, okay, maar ik heb dan een picknick geprobeerd en die vind ik dan weer iets. Ja, vond ik gewoon geen goede kwaliteit vaak. nee dat, Dan wil ik het uh, toch liever even zelf even kijken. Ja, ja en, en uh, ja. Um, wij halen ook veel lokale dingen dus bij de slager en bij ja. de groenteboer en bij de kaasboer. Ja. En dan, dan dat is moet je wel iets nieuwshogigs eigenlijk... hoor, want dat deden we hiervoor ook niet. Nee, oké, okay, maar als je dat nu... Ik zou niet zo snel meer van de uh, picknick bijvoorbeeld een stuk kaas bestellen. Ik wil gewoon echt kaasboer, want daar geniet ik gewoon veel meer van. Ja, dat en waar. het is mogelijk met ons uh, budget en e-patroon. Dus, e-patroon uh, en uh, het feit dat we haast nooit op vakantie gaan. <laughs> ja, dat is wel zo, <laughs> ja. toch? Ja. Maar goed, we kwamen er dus wel achter dat, dat dat wel handig is om te doen. Op dit moment is het een proces, want kijk, als je iets wil veranderen aan jezelf... dan zijn mensen altijd geneigd om in één keer... bam, te willen veranderen. Ja, het moet nu... en dan heel rigoureus te doen. Mm. Maar merken, als wij dat doen, dat het niet werkt. Dus wat we nu proberen te doen... is het om in stappen te doen. Dus we hebben ja. nu een lijst gemaakt vorige week... met oké, okay, wat voor soort dingen zouden we kunnen roleren... in drie weken qua eten... dat we daar zin in hebben... en dat we dat dan ook slim op elkaar afstemmen. Bijvoorbeeld als we een week lasagne eten... dat ik gewoon lasagne voor drie dagen maak, voor twee mm -hmm. dagen maak. Zodat we gewoon weten, oké, okay, dan maak ik één dag lasagne... en de volgende dag kunnen we het gewoon opwarmen... en dan kunnen we dat gewoon goed plannen of weet ik voor wat. Met een werkdag of weet ik veel. Ja. Dus we proberen zo een lijst te maken met dingen die we lekker vinden... die we toch wel zouden gaan eten, om dat dan gewoon rolerend te halen. Ja. Eigenlijk, dus een uh, standaard lijsten te maken. Eens in de twee weken hebben we sowieso wc-rollen nodig. Eens in de twee weken hebben we dit nodig. Eens in de twee weken hebben we. Nou, dat met nodig. jouw uh, schijpatroon <tom> kunnen we elke dag wel een set uh, wc-rollen halen. En met jouw ongesteldheid en uh, <GASK> vrouwelijke dingenpatroon oh! ook, nou, hoor. Schat. Nu ga je echt te ver, hè? Was het daar te ver? Ja, dat he? kan niet. Oké, okay, nou. Ja, nee, maar eerst gewoon, ja, je kan maar gaan zitten met de schijten, maar je zit zelf ook uh, elke dag 30 keer op de wc. Ja, jij kan ook niks aan doen, jij kan wel aan je aan stoel gaan Zoals? doen, natuurlijk. Wat moet ik daaraan doen? Nee, als een heel geintje, schat. maakt nee, helemaal niet veel in één keer. Ik wilde gewoon even cashmol, een ja. leuk geintje erin gooien, nee. en het wordt gelijk weer zo serieus opgepakt. Nou, ik vind het niet leuk. Nou, laat maar. Ik ben helemaal klaar mee. Ja. Nee, maar goed, uh, we, hebben dus, uh, we zijn dus lijst aan het maken. Daarnaast hebben we natuurlijk, we, we hebben geen groot huis, we hebben we het vaker over gehad. Guylaine wil graag een ander huis ook. Ik wil ook een ander huis. Nou maar, ja, het is niet zozeer. Uh, Kijk, ik wil niet. Um, ik ben eigenlijk, als ik zo in mijn woonkamer zit, ben ik best wel tevreden met het huis. Ja, ja, ja. Ja, er zijn gewoon een aantal puntjes eraan. En um, maar het is niet als ik hier nog drie, vier, vijf jaar moet zitten dat ik dood ongelukkig word. Nee, nee, dat, dat zeg ik ook niet. Maar het zou meer, leuk zijn. We hebben het de laatste tijd wel vaker over. Alleen wat we dus een, uh, een tijdje geleden hebben bedacht, ook ook over trant van automatiseren en uitzoeken van je kleding en zo, zijn we op een gegeven moment ook uh, kleding gaan wegdoen. Mm -hmm. uh, dat, daar ben jij niet heel erg enthousiast over geraakt, omdat volgens mij op een gegeven moment jij weer vond dat je meer kleding nodig had. Oh. Van de week zat je weer zo heel ding dat ik denk: hè, maar laatst wilde je juist al de kleding uh, wilde je juist zo min mogelijk, zodat je gewoon lekker kan uh, uh, klaarleggen. En dat je gelijk weet wat je aan wilt trekken. En nu wil je weer meer kleding. Nou, ik had uh, die kleding, um, ja? ik ga me nu, nu uitlullen in 1, 2, 3. <laughs> die uh, kleding perikelen deden wij <laughs> toen het nog lekker weer was. Dus ik had een bepaalde outfit had ah, ik ja, dat is wel waar, ja. met een panty en een jurkje, zwart uh, standaard jurkje. Ik heb het zwijf, hè, toen, dat je het weggooide. Ja. Nou, ja, weggooien, we hebben het naar zo'n uh, kledingbak gedaan trouwens. Ja. Zo'n standaard zwart jurkje. Dat kan ik nu gewoon niet dragen, het is gewoon koud. Ja, maar je hebt toch ook overprikkeld clubtruien trouwens. Ja, die kan leuk wel, truitje. ja. Dankje. Ja, kom binnenkort weer op de shop. Ook een leuke achterkantje te gaan. Maar nee, is het de het hoodie dan? Toch? Deze is niet de hoodie. Deze gehad. heeft hij het niet. Deze niet. Alleen de hoodies hebben dat. Oh. Wist ze niet hoor. Oh. Ik heb alleen de hoodies. Uh, nee, ik was echt in de veronderstelling dat ik hier op een hele coole achtergrond zat. Nee, zit je niet. Nou, ja, goed, je ziet het toch niet. Het is geweldig, deze trui, toch? Ja. ja. Dus je kan ook gewoon een leuk zwart trui zijn. Uh, maar um, ik, um, ik wil dat, maar ik wil er soms gewoon echt gewoon leuk uh, uitzien in de, de zin van netjes. Zie je en ik vind over het algemeen een, een wijde trui en een wijde hoodie. Ja. Dit is niet goed voor de verkoop, meid. Nee, oké, okay, maar ik hou zelf. Ik vind het heerlijk om in af en toe aan te ja, hebben. Ja, ik snap het, wel. Snap je? Maar ik wil. Uh, mijn uh, stijl is dan gewoon net iets. Je uh, wil natuurlijk een klein kroptopje topje gewoon uh, <laughs> aan. High waisted broek. Waar je bustier onder vandaan komt. Nee, ik ben heel erg van de jurkjes en ja, de en de, ja, en de Jurkjes draag in de in de winter sowieso. En nee, ik ga geen rokje dragen met een grote sweater erop. Sweater. Nou, dat weather. kan eigenlijk wel, maar dan ja. heb ik weer niet de juiste rokjes voor. Ja, je weet het. Ik maar, heb altijd een probleem voor een probleem. Vrouwen, ja, mannen misschien ook, maar vrouwen over het algemeen hebben altijd excuses om weer kleding te kopen. Het is, ja, ja dat is toch? Ik ga er niet eens over beginnen. Het is nee, gewoon dat met mij ook. Gewoon 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 wel zo. Een zo, ja. Ik heb altijd weer een excuus van, ja, maar deze kan ik niet op die dag dragen. En dit is toch niet helemaal mijn kleur. En ja, dit, uh, deze stof is nu al gelijk gepild. Kijk, wat we wilden is dat je gewoon een bepaald aantal kledingitems hebt. En dat is het. Dat was een beetje. Onze ja, maar dan gegeven. moet je wel echt hoge kwaliteit items hebben. Want ik, ja, die truien blijven gewoon mooi, dat weet ik. Maar ik heb gewoon veel dingetjes in het verleden gekocht die goedkoper waren. Mm kwaliteit waar ik gewoon na een verloop van tijd ziet er gewoon echt niet netjes meer uit ja. soms is het al na drie keer was dat je denkt van wat voor vod hangt er nou weer in de kast ja. um, dus het is ook een investering ja maar dus dan en ja. soms duurt het gewoon heel dan lang dan moet je rustig opbouwen dan ja maar soms duurt het gewoon heel lang voordat je echt iets gevonden hebt het zit lekker het blijft mooi en um, uh, het blijft lekker ruiken ja ja dat is waar ik snap je ik snap je ik snap je wat, wat hebben we nog meer met automatiseren? Wat, wat, want dat is het kledinggedeelte. Daar zijn we dus ook nog mee bezig. Maar mm -hmm. er, zijn nog wel, er was toch nog iets wat we wilden. In, is dat al. Nou ja, het werk? huishouden of? lijkt me ook wel lekker. Dat ik bepaalde dagen heb dat ik echt schoonmaak en zo. Ja. Want ik doe nu. Uh, uh, nou ja, onderdag stofzuigen of zoiets. Ik denk dat het wel fijn is om het ook een beetje structuur in te brengen. Maar daar hebben we het nog niet echt over gehad eigenlijk. Dan moeten we eigenlijk ook daar een soort van Ja. Eigenlijk plannen. Mm -hmm. Eigenlijk moeten we een groot planner hebben die komt binnen. Ja, we hebben namelijk maar dat is vooral, eigenlijk voor werk, natuurlijk. Dat is voor werk. Ja, we, we willen gewoon. We hebben ons nooit gehouden aan een planning, maar nu, 2024, wordt het tijd dat we het wel gaan doen. Ja, ik vind het ook altijd een beetje te als ik bij andere mensen <laughs> die, uh, in de planning. Uh... Dan weet ik veel, toilet schoonmaken. Dan denk ik van, oké, okay, dat kan je niet gewoon doen wanneer je ziet dat vies is. Ja, blijkbaar niet. Nee, dat lukt inderdaad niet. Nee, nee. nee dan, dan, Ik heb soms ook als een bezetene door het huis heen ga, ja. Dat ik gewoon gereinigd word van alles wat vies is. En, en dan denk ik van, oh my god, er wordt je ook gewoon helemaal niks gedaan in huis. <laughs> ja, dan denk ik van, alsof ik een heel groot gezin heb waar, waar niemand meehelpt of zo. Maar ik dat heb maar één eens. knakker die niet meehelpt. Dat is helemaal niet waar, gek. Nee, joh, jij doet alles keukengedeelte. Dat niet alleen, maar ik sta ook heel vaak gewoon te stofzuigen. Ja, dat is waar. En uh, dingen schoon te maken. Als jij uh, laatst uh, naar je moeder was, toen ging ik ook het hele huis hey, uh, je ziet het eigenlijk niet echt als een andere toet, hè? Dat is hilarisch, want dan, ja. want, <laughs> want eerst als jij op woensdag ging, je dan ging het hele huis ging helemaal driftig en dan kwam ik thuis. En dan dacht ik, ik dacht gewoon, het ziet er netjes uit, maar ik had niet echt het idee dat jij helemaal <laughs> hard stond te boenen en zo. En toen was het zo van, ja, nou, uh, ik uh, moet niet iets zeggen erover. En nu deed ik het... Uh, zelf, Ja. Dan had ik het helemaal netjes opgeruimd. ik kreeg ik het van jou ook niet te horen. Ik had toen ja. in mijn agenda maar gezet van elke woensdag zeggen dat het lekker is. <laughs> ja, ja. ja, dat deed je wel echt goed. En ik waardeer dat ook al, ook al zag je het niet. Was het, nep. Ja, het is gewoon even die waardering. Ja, dat ja. Snap ik, snap ik. Maar, maar snap ik. nee, je ziet het zo niet omdat... Uh, kijk, uh, als je zelf schoonmaakt, dan irriteer je je ondertussen... wanneer ja. je het doet aan een stof die je ziet liggen, aan de viezigheid. Maar... Als je er echt met een halve oog naar kijkt overdag, ja, dan zie je dat gewoon dat soort dingen natuurlijk niet. Daar moeten we nog een planning voor maken, maar we waren dus van de week uh, begonnen met werken. En toen dachten we van oké, okay, maar dan moeten we dus ook op werk gaan toepassen. Ja. Want ik wil veel en we hebben maar zoveel tijd. Ik heb maar zoveel tijd dat ik ook aan kan. En we zijn maar met z'n drieën. Ja, dus. ja, ja, zeker. Ja, Het is een uh, hoop dingen om rekening mee te houden. Hè? In mijn hersenen is er een hoop om mee rekening te houden. Inderdaad, <laughs> ja. Dus we hebben, wat we nu hebben bedacht is dat we hebben een hele grote planner gekocht voor de hele maand om te, ook de video's alvast anderhalve maand van ja, tevoren te bedenken. Dat is toch eigenlijk heerlijk. Ja. Hoe vaak jij wel niet stress hebt gehad om thumbnails hmm. en video's. Dat je dacht van dat ga ik nooit redden. Ja. Dat je nog uh, dicht op de deadlines... had je nog. Uh... Nog even snel een video afmaken. En ja. dat, dat is, op een gegeven moment is het gewoon niet meer vol te houden. Je komt op een gegeven moment op een leeftijd dat het gewoon niet, dat het niet werkt meer voor je. Nee, en soms als je zo vanaf een afstand naar bepaalde taken van mensen kijkt, bijvoorbeeld werk op werkgebied, dan denk je van ja, hoeveel kan dat zijn? Ja. Uh, maar als jij als een kip zonder kop. Te werk gaat, dan kan het soms kunnen kleine taken al uh, enorm oplopen. Ja, en het blijft allemaal in je hoofd zitten. Dus ja. je gaat de hele tijd mee, je, gaat, je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Nu, gisteren dacht ik, of uh, van de week, ja nee gisteren was dat, dacht ik, van ja, we hebben gelukkig alles ook opgeschreven. Mm -hmm. Dus ik hoef me daar ook niet echt over na te denken. Want ik weet nu gewoon de komende weken wat we gaan doen. Anders ben je zo aan het vasthouden van, oh ja, dit nog, dat nog, dat nog. En als ja. je het opschrijft, dan weet je gewoon, hoef ik niet over na te denken, want het staat er. Het staat er, wij weten dat het ja. gaat gebeuren. En ik heb er nooit aan gewild, Maar waar ik wel ben achtergekomen de afgelopen jaar, denk ik, is als je uh, dingen wil veranderen in je, in je lichaam, in je geest, in, in je leven, mm -hmm. dan moet je ook echt dingen veranderen. Dus je moet ja. ook echt niet. Je kan het in, in stappen doen. Maar je moet wel dingen gaan veranderen. Want je kan nooit verwachten dat je dezelfde uitkomst hebt als je elke keer een andere hetzelfde uitkomst. blijft. Doen. Ja, een andere uitkomst hebt als je hetzelfde blijft doen. Ja, ja, inderdaad, je kunt nooit verwachten. Ook, ik denk, wij zijn nu ook een boek over brein, het werken van het brein aan het lezen. Ja. En uh, uh, daarin staat ook dat uh, het brein eigenlijk vaak toch wel meer de. Optie kiest die hij gewend is. Ja. Zodat het ook wel Patronen. echt een patroon is wat je moet doorbreken, wil je resultaat zien. Ja. Dus het is niet um, alleen van ik denk er nu anders over. Dus uh, ik ga het nu anders doen. Maar het is echt, je moet echt de stappen gaan zetten. Om daadwerkelijk ook een verandering hierboven teweeg te brengen. Ja. Dat je ook sneller um, Ja, dat je gewoon nieuwe resultaten kan boeken. Ja, maar als je ook veel meer. Dat we veel meer handigheid in krijgen. Want nu voelen we het heel erg groots wat we gaan doen. Ja. Van oh, we gaan een planning voor bijna alles in ons leven toepassen. Ja. Ik hoop dat we het goed kunnen houden. Vooral dat, dat gedeelte is ook al slecht eigenlijk. Ik hoop dat ik het vol ga. Ja. Terwijl dat slaat nergens op. Maar dat is misschien omdat we dan, uh, bij ons is het toch heel vaak ja, een beetje zwart-wit, een beetje alles of niks, ja. heb ik het idee. Ja. En als we dan ergens, als wij ze tegen elkaar zeggen, we gaan nu gezond eten, dan gaan we al snel in overdrive, waardoor we uh, ja, binnen twee weken houden. weer naar een uh, frituurkot gaan. Frituurkot. Dat noem ik ze kookje. Ja, en we hebben gewoon gemerkt dat als we in stappen gaan, dus als wij bijvoorbeeld gezonder willen eten, dat hebben we laatst ja. ook tegen elkaar gezegd. Dat we dan niet heel rigoureus gaan, maar dat we gewoon langzaamaan veranderingen in ons leven gaan toepassen. Dan blijven ze ook gewoon echt sneller hangen. Ja, want welk, je moet eens nagaan bij jezelf en misschien is het leuk om ook te reageren. Welke patronen zou je zelf willen doorbreken? Waar loop je tegenaan dat je denkt van ja, dat zou eigenlijk wel een patroon zijn wat ik misschien beter kan doorbreken om uh, de volgende stap te kunnen zetten. Zijn die patronen daar, heb je dus wel eens over nagedacht? Laat het vooral, vooral weten. Misschien uh, leren we daar ook wat van. vinden we wel altijd leuk om te horen. Ja, ik vind het ook altijd leuk om te horen wat mensen gedaan hebben. Um, uh, om bijvoorbeeld iets te veranderen in het ja. leven, wat een positieve uitkomst had. Uitkomst. Je weet dat niet voor iedereen Negatief dingen hetzelfde gewerkt. Maar Want soms is het ook een negatieve uitkomst. Dat kan. Ja, dan, ja dat is zeker. Ja, Misschien komen wij er wel achter dat we juist veel beter gingen op nul structuur. Ik vraag het me af, maar het zou kunnen. Ja, ja, wie ja. weet. Ja, ja, ja. ja, precies. Maar dat is wel in de gedachtegang waar we heel veel mee zitten de laatste tijd. Van hoe gaan we dit aanpakken? En ik denk wel dat dat de komende maanden vorm. Gaat ja, krijgen. Zit er zitten wel nog een aantal angsten bij mij. Hoor. Ik oh, weet niet of ben jij benieuwd. ze ook hebt. Noem, noem ze eens op. Uh, ik heb bijvoorbeeld angst dat als er nu als ik veel aan structuur en planning ga vasthouden, dat als wanneer er iets wegvalt, voelt ik ben ziek. Yeah. Of uh, ik heb een uh, kies die eruit moet, yeah. dan ben ik dus bang dat het dan in de soep gaat lopen. Ja, en wat is daar erger? aan? Uh, nou, ja, wat is er erg aan eigenlijk? Kan, kan je ja. daarna terug oppakken? Dan kan je het daarna weer oppakken? Dan heb je toch maar een ik ben juist, ja, maar dan heb je toch een structuur die, waar je gelijk weer op terug kan vallen? De angst die er dan bij mij speelt op dat moment. Is dat ik dan denk um, dat ik heel veel moeite ermee ga hebben om dan die structuur los te laten. Dus de angst is dat je dan als je ziek wordt, dat je dan heel de hele tijd zit van ja, maar ik heb mijn ja. structuur, ik heb mijn ja. structuur, ik heb mijn structuur. Ik heb dat ja, uit autistisch. het verleden. Oh, volgens mij wel. Oh. Nee, maar, uh, ik heb het uit het ja? verleden gemerkt inderdaad, dat, uh, dat ik best wel gestresst kan raken van als dingen opeens anders gaan. Nou ja. En als je zo min mogelijk houvast hebt, dan, <laughs> nee, ja, dan kunnen de, er niet veel dingen in je hoofd dat, opeens anders dat gaan. Dat is wel zo inderdaad. Dat ja. was mij dan, ik denk dat dat mij altijd zo heeft gehouden dat ik ervan overtuigd was dat het beter was om zo min mogelijk dingen te plannen. Want ja, ik dacht, daar kan ik ook niet anders boven zijn als het, als het er niet meer doorgaat. Nee. Maar ik denk dat dat ook een kwestie is natuurlijk van uh, meemaken en loslaten. Nou, die, die herken ik niet helemaal. Heb je nog iets, angst? Herken je het helemaal niet. Nee, Echt ik denk niet? gewoon meer van dan pak ik het weer op, toch? Ja, ik zou wel even denken van: oh ja, shit, uh, ik wilde eigenlijk dit en dit. En dan zou dus dan ik me wel even druk maken. Maar daarna kan ik ook weer denken van ja, nou ja, dan komt het volgende week wel weer. Ja, Eigenlijk ook als je er uh, uh, vanaf afstand naar kijkt, is het natuurlijk ook een beetje onzinnig dat je druk gaat maken op, op taken ja. die niet... Het is je hersens die Ja, oké, okay, onzinnig toch wil ik het dan ook weer niet ik noemen. Ik vind het niet onzinnig, maar... maar ik vind het, het is gewoon een patroon toch uiteindelijk. Ja, precies. En, uh, uh, maar je had nog iets. Zit je oude bril? Ja. Oh, is het te serieus meid? Wil je weer even wat uh, serieus maken? <laughs> Wat, ik had nog iets? Ja, nee, dat was eigenlijk mijn grootste angsten. zorg. Maar ja, en je, ik vergroot en... het een beetje graag. Om wat meer serieus genomen te worden. <laughs> nou, ik weet niet of ik met deze bril je serieus neem. Nee, zo niet. Ja, Jij draagt hem serieus. toch ook gewoon? Ja, nou neem ik mezelf serieus dan. Ik vind je altijd heel leuk met een bril. Dank je schat. Ja, ja, het was meer omdat uh, heel veel uh, lampen licht op komt en dat je oh. je ogen dan niet meer ziet dat ik het. Uh, oh, en nee, het is ook echt misselijkmakend. Ik ben blij dat ik geen uh, aandoening nee, heb aan nee, mijn ogen. Ik heb ook geen aandoening aan mijn ogen. Ik nee. heb gewoon een plus. <laughs> ja. Jezus. Weet je wat er dus wel zo schijnt te zijn? Nee. Is dat je hersenen dingen invullen, ook met uh, dus dat er meer mensen ja. blind zijn, maar doordat je hersenen dingen invullen, dat het minder lijkt ofzo. Dat minder meer mensen slecht te zien zijn. En eigenlijk tegen blindheid aanzetten. Maar omdat je hersenen. Heel veel, doordat je heel hersenen heel ja. veel invullen, dat je dan. Uh, ik snap wat je bedoelt, ja. want volgens mij is het natuurlijk zo dat je hersenen bepaalde dingen eigenlijk gewoon invullen. Ja. Dus bijvoorbeeld, daar staat een lamp. Maar omdat ik die al meerdere keren heb gezien, hoef ik niet elke keer weer alles in me op te nemen. Dan zie ik die gewoon staan vanuit het beeld in mijn hoofd. Ja. Nou ja, even simpel gezegd. Snap wat je bedoelt, ja. um, dus dan zou dat in principe natuurlijk ook zo kunnen werken als je bijvoorbeeld een beetje wazig ziet dat het al ingevuld wordt. Ja. Dat bedoel je toch? Ja, 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 ja precies. Maar ja. zo werkt het niet bij jou, toch? Nee, zo werkt niet bij mij. Maar dat was even een gedachte een geslachtspinsel. Dan misschien ze te activeren. Wie weet. <laughs> ja. Maar er was wel nog iets wat ik aan zat te denken met de automatisering. Ik weet dat jij niet aan, aan planningen wil houden, omdat je ook bang bent dat je dan uh, geen. Uh, ja, eigenlijk wel wat je al een klein beetje hebt aangestipt. Maar dat is hetgeen wat ik je altijd hoorde zeggen. Is uh, dat je bang bent dat je geen vrijheid hebt. Oh ja, maar hang naar vrijheid inderdaad. De hang naar vrijheid. Maar jij hebt ook al hang naar vrijheid, toch? Nou, ik wil gewoon lui zijn. Ja? Ja. Hoe bedoel ik je dat? dat? Nou ja, ik wil graag... Kijk, ik ben, mijn hele leven is gebouwd op dat ik gewoon het liefst op de bank lig. Niet? Ja? Je bent op je bent geen heel, moment zitten. Ja, klopt, ik word er heel onrustig van, maar ik wil het wel ergens. Want dat voelt het meest veilige. Oh, oké. Okay. Dat is meer een uh, nee, kader. Ik denk het wel. Als ik er als ik eerlijk naar kijk, wel. Ja. 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 Oké. Okay. Ja. Maar op zich. Dus vanuit houdt. de angsten wil je eigenlijk het liefst zo min mogelijk doen. Ja. Maar dat zit helemaal niet in je persoonlijkheid. Nee. Ik word wel eens echt moe van jou. Hoe vaak jij opstaat op een dag. Als wij in vakantie toen wij op de bank zaten, ik was aan het genieten, lekker zitje, niet bewegen, al shippie eten. Heerlijk. En nou ja, ik uh, denk tussen bakje chips sta je wel vier keer op. Dat is helemaal niet waar. Even dit, dit pakken, niet... even dat. Nee, even daar nog naar waar waar kijken, waar. even dit nog checken. Zullen we het gaan tellen? Ik wil het best tellen, want het is echt niet waar. Ik ga nou ja, niet zo in vaker. mijn uh, Weet beleving staan. Sta even, even? Weet je waarom ik heel vaak op moet staan om jouw water aan te bieden? <laughs> om een chipje voor je dan te dan pakken. Dat is wel heel hoffelijk hoor. Ja, uh, ik nee, was, hoe noem je dat? Gastvrij vind ik in je eigen huis. Gastvrij mijn huis. Nee, maar dat is vaak waarom ik op sta. Ik sta nooit zomaar op hoor. Echt niet. Jawel. Doe nee. Je wel. je hebt je niet door van jezelf. Mm. Dat is echt zo. Nou, mag je het volgende keer dan tegen me zeggen? Als okay. ik het doe? Ben ik wel benieuwd naar. Ik vind jou altijd wel een beetje een stuiterbal. En dat komt misschien omdat ik het totaal over tegenovergestelde ben. Dat ik heel makkelijk stil kan zitten. Ja, jij kan heel goed stil zitten. Ja, dat is getwongen geleerd. <laughs> ja, het Ik heb het vast. moeten leren. Ja, het is vast. Ja. <laughs> ja. Wij je persoonlijkheid mee. Nou ja, zeg. Oh. Conclusie. De conclusie is, we gaan het gewoon uh, aan, denk ja, ik. Ja, en we gaan proberen we om die ook uh, te We gewoon overal daten. een planning in proberen te maken. Ik denk dat ik er een video over ga maken. Het leven gewoon zoveel mogelijk automatiseren... Ja. tot het voor ons comfortabel nog voelt. Ja. En soms ja, moet je het ook wel even ook... oncomfortabel voelen. Soms is het niet erg om dingen oncomfortabel te laten voelen. Zeker. Veel dingen hebben vaak met angst te maken. En angst, als je dat aangaat, is altijd oncomfortabel. Ja, je voelt je nooit geweldig als je ergens nee. angstig over bent en het dan toch gaat doen. Dat zal nooit voelen je van... Je lichaam gaat uh... nooit zeggen van, oh ja, nu vind ik het ineens wel chill. Ja, hey, tof. Uh, ik merk dat je het toch wil gaan doen, dan vind ik het wel fijn. Nee, <laughs> ja. ja. Top. Maar het, de grap is wel dat het soms wel kan zijn dat als je er echt doorheen gaat, dat het wel ineens je lichaams denkt. Oh. Ja, je moet succeservaringen hebben om ergens comfortabel mee te worden, denk ik, ja. op het gebied van angst dan. Hè? Want als jij meerdere ervaringen hebt, bijvoorbeeld sociale angst, dat het goed gegaan is, dan, dan zal je brein ook sneller die ervaring er weer bij pakken als je ja, het dat het weer sterkt, opnieuw wil gaan doen. Het sterktje het is hetzelfde. Ja. En dat is een rare vergelijking. Maar als je leert schrijven, oefening baart kunst. En dat is met angst ook. Ja. Hoe meer je oefent, hoe beter het wordt. En natuurlijk krijg je altijd dat het even een keer niet goed gaat. Zoals hetzelfde met schrijven. Oh, dan heb je een A dan heb je een keer ineens een B geschreven. Uh, en dat vind je dan kut. <laughs> en dan krijg je dan een lager cijfer voor. Dat kan ja. en dat heb je met angst ook. Maar uiteindelijk is het wel zo dat, dat hoe vaker je het doet en hoe vaker het goed gaat, hoe beter het wordt. Ja, ja en sommige dingen blijven altijd een beetje moeilijk. Ja. Dat is ook wel belangrijk om te benoemen dat niet alles uh, nee. zal verdwijnen. Nee. Maar daar gaan we het ook nog wel over hebben in onze theater. Maar laat het je toch? niet demotiveren. Want alsnog een klein beetje angst vergeleken met heel veel angst. nog steeds een prettige vooruitgang. Ja, zeker. Ja, je moet ook eens kijken naar het kleine. En niet alleen maar denken: van okay, ik wil op de Mount Everest staan. Terwijl je in eerste instantie gewoon aan de voet van de berg wil gaan staan. Ja. Dan ben je al aan de voet van de werk gaan staan. Je kan ook kleine dingen, ik vind dat ook altijd lastig, maar kleine dingen eren. En, en sommige mensen zijn van nature gewoon wat angstiger. Als jij van een kind aan al gewoon wat angstiger aangelegd bent, dan moet je ook waarschijnlijk niet gaan verwachten dat je ooit op de Mount Everest staat. Als je daar doodpan verhoogt voor hoogtes. Dus. Nee, precies. Verwachtingsmanagement. Ja. Snackje van de week.